Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Builds. Mijn naam is Timmaker, TimmyBoyNL en vandaag gaan we een speciaal plot laten zien. Dit is een speciaal plot naar mijn mening, want dit is het plot dat de hele creative wereld heeft gestart. Dit is namelijk het spawnplot, oftewel we zijn hier op spawn van creative. En ik ga jullie een beetje vertellen over hoe we dit plot hebben gemaakt. Het is een oud plot, oftewel er zullen geen speciaal nieuwe trucjes in zitten, want deze spawn bestaat volgens mij al dik een jaar, misschien wel langer. Dit zijn de mensen die eraan meegeholpen hebben. Ommedoor, goede vriend van me, Jonne, kennen jullie misschien. Ikzelf, Cheesy Donut natuurlijk van Cheesy en Timmy. RX, Rens, Zazo. Oh mijn god, die ken ik niet eens meer, maar die heeft geholpen. Ik weet niet van wie die username is. Zo erg is het. Egelhuidje. Oh, dat is echt een oude vriend van me. Sime heet hij. En GVR37Leo, die werkt ook mee aan Cheesy en Timmy bouwen. Samen met Secondenrad, de Siri, Cheesy en Timmy. Dit is het spawnpoint. Belangrijk was dat het overzichtelijk was. Je staat hier, je spawnt hier en je ziet regels. Dat was het belangrijkste, vond ik. Je kunt ze natuurlijk meteen skippen, die optie heb je, want dat doen de meeste mensen. Maar ik wil tenminste dat mensen niet naar mij toe konden komen en zeggen van... Tim, ik snap het niet. Want ik heb echt letterlijk ervoor gezorgd, als je Warp Creative typt, dat je gewoon keihard naar regels kijkt. Dus gewoon simpel, welkom in de creative wereld. Het is een plotwereld, bla bla bla. Geen redstone, kloks en lagmachines. Gewoon de regels gewoon in iemands gezicht gooien. Want dan kan hij niet tegen jou zeggen later op de dag van... Ik heb de regels niet gezien, ze waren te moeilijk verstopt. Nee, want ze kijken er rechts naar. Zelfs als ze dan, laat maar zeggen, meteen wegvliegen. Hier staat alleen maar uitleg over hoe het werkt. Dus als ze willen weten hoe het werkt, zeg ik... Nou, ga weer naar spawn. En dit zijn gewoon regels. Gewoon zorg ervoor dat op spawns heel duidelijk... zichtbaar is wat iemand moet doen en hoe ze het moeten doen, zodat ze niet jou daarmee gaan lastigvallen als admin of moderator. Dus dat was even een belangrijk stukje voor dit. Het grappige aan dit is, we wouden een soort van nachtgevoel binnenin, want buiten laat ik zo zien, jullie hebben het al op de thumbnail waarschijnlijk gezien, maar binnenin wouden we een soort nachtgevoel hebben. Dit is dus binnenin een gebouw nog. We hebben wat bomen gebouwd, een soort koepel. Dit ziet normaal niemand, alleen de mensen die hier gaan vliegen natuurlijk. De meeste mensen doen dat niet, de meeste mensen vliegen naar buiten en gaan bouwen. Maar het is heel simpel design, een beetje waterig, een beetje fantasieachtig. Het is vooral door Ommedoor was, laat maar zeggen, een beetje de leidinggevende. En ik heb hem samen geholpen. Want hij is heel erg van de fantasie en dit soort stijlen. Hij is een zeer goede builder. Hij is geen builder, hij is een moderator volgens mij op de server. Een gat hier in het midden, zodat je naar de nachtlucht kon kijken. Alles is compleet, gewoon een grappig iets. Met kwarts gebouwd. Ik vond het zeer leuk en awesome. Als je geïnteresseerd bent in dit plot, gewoon /warp creative typen, dan ben je er meteen. Want we hebben echt een heleboel easter eggs ook verstopt. Dus ik laat het zo zien. Maar eerst... Tada! Dit is de beeld. We zullen even een rondje vliegen. Gigantische boom. Tooth of Blackfire. Een admin is bezig met een draak bouwen die aan het toevoegen. Die hebben we nog niet af helaas. Dus die kan ik jullie niet laten zien. Het is gewoon een symmetrische beeld, een boom aan één kant. En dan tussen al die bomen hier moet je maar een keer goed gaan zoeken zitten wat easter eggs. Die boom daar is geen easter egg, maar even kijken of ik er een kan vinden. Ze zijn goed verstopt. Het is lang geleden dat ik hier rond heb gelopen voor easter eggs. Even kijken. Easter eggie. Sowieso kun je hier erin, als het goed is. Water. Oh ja, dat was nog een cool idee van Jonne. Hij heeft, elk van die torens heeft een thema. Dus dit is het waterthema. Volgens mij zit hier een easter egg in verstopt trouwens. Even kijken of we die kunnen vinden. Ja, als je echt je best doet, dan kun je waarschijnlijk hier ergens in die torens een plekje vinden waar een item hangt. Als dat nog niet gemold is door iemand. Dus water, en dat geeft hij dan aan door deze paaltjes. We zijn nu boven op het dak. Er zit iemand op spawn. Het is een heel simpel dak. Mooi fonteintje. Zoals je daar ziet, dat is vuur. Dat is aarde. Dan zit hier waarschijnlijk lucht. Oké, dat heeft hij met cobwebs gedaan. Deze plekjes kun je niet komen. Dit is gewoon meer voor looks. Oh, cool. Oh, dat is best vet. Even kijken wat in de andere toren zit. Het is ook lang geleden voor mij dat ik dit plot heb gezien namelijk. Even kijken. Sowieso staan er een heleboel mooie plots. Oké, het is gewoon heel simpel aarde in elk topje. Hij heeft echt aan de details gedacht. En dat wordt gewaardeerd. Oké, wat hebben we hier? Huisjes. Oh, cool. Dus je kunt een beetje van het pad af. En dan kom je in kleine huisjes. Die ik waarschijnlijk moest inrichten en nooit heb gedaan. Oh, kijk eens aan. Oh, grappig. Dan kunnen we hier weer. Maar deze heeft hij een beetje ingericht. Volgens mij heeft hij vooral de toren ingericht. Dat grote ding daar, die boom. Daar kun je ook in komen als het goed is. Laten we kijken of we daar binnen kunnen komen. Hallo? En dan laat ik zo meteen even een easter eggje zien. Dus, oké. Ommedoor's, Ommedoor's Magic Mansion. Upstairs. Wat is dit? Oh, cool. Wat een cool trucje is dit. Oh, vet.
Ender chest, zit wat potions in. En je kunt hier nog naar een klein zijkamertje. Oh, leuk. Super leuk gedaan. En dan kunnen we hier naar boven, als het goed is. Yep. Met de ladder. Ik kan vliegen, dus we gaan het iets versnellen. Wow. Oké, daar zijn we dan. Omdoor is niet van het interieur. Dat is zeker niet zijn talent. Hij is van het bouwen. Maar ja, simpel interieur. Keukentje heeft hij nog best leuk gedaan. Mooi uitzicht. Waarschijnlijk als ik ga zoeken, kan ik nog wat thumbnails vinden van ons in dit ding, laat maar zeggen. Wat thumbnails, wat screenshots. Kunnen hier naar boven zo te zien? Waar komen we dan uit? Oh, een stiekem slaapkamertje. Leuk gedaan. Wat hebben we hierboven? Waarschijnlijk is dit de bovenkant van de toren, inderdaad. Ja, dan ben je boven. Bij de toren. Zie je, die steekt leuk uit. Het is niet de moeilijkste beeld, maar het is wel echt heel veel werk was het. Ziet er echt goed uit, vind ik, naar mijn mening. Die draak gaat ook veel toevoegen, denk ik. We zijn er nog mee bezig, laat maar zeggen. Ik er niet. Tooth of Blackfire is nog mee bezig. Hij had wat moeite met de staart. Maar het ziet echt sick uit. Staart moet hij nog een paar dingen aan aanpassen, maar het ziet er formidabel uit. Echt super sicke dragon wordt dit. Zie je, de hoofd zit er gewoon nog niet op. Daar was hij nog niet aan toegekomen. Maar ik dacht, fuck it. Ik ga het toch laten zien. Als je die draak af wilt zien, dan moet je gewoon naar het plot zelf komen. Oké, kijk of we een easter eggje kunnen vinden. Er zit er echt super veel verstopt in het plot. Niet te onderschatten. Stuk of 7 kun je er waarschijnlijk vinden. Minimaal. Even goed zoeken. Vuur is dan lava. Vuur. Oké, heu. Hallo. Nope. Niet in deze toren. Dus kijken of het in een andere toren zit. Waarschijnlijk zit het in de aardetoren. Ja. Die voelt goed. En er zitten wat leaves omheen. Die hangen eromheen, zoals je ziet. Leuk gedaan. Klein detail. Moet je echt voorstellen, dit is een beeld van een jaar geleden. Ja, hier hangt ergens dat easter egg. Ja, one ring to rule them all. Lord of the Rings quotes. En er zat hier dan een item framer. Die heeft iemand gemold, helaas. Ik denk ook dat we dus net ook een easter egg hadden gevonden, maar die is weg. Want item frames kunnen gemold worden op ons server in Creative. Dat is niet al te handig. Dus probeer daar niet mee te bouwen. Even kijken of ik er eentje kan vinden. Want ik heb hier ook ergens eentje gebouwd. Dit is er een volgens mij. Kijk. Olmedor Secret Hideout. Kun je hier inkomen. Heeft gewoon een klein hideoutje gemaakt. Super leuk toch? Dat soort dingen. Kun je hier gewoon op dit plot vinden. Ik denk dat we hem hierbij laten voor nu. Als je meer easter eggs wil vinden, doe je ding. Ze zijn goed verstopt. Het is super leuk om ze te zoeken. Volgens mij hangt er zelfs nog eentje. Sorry. Het is zo leuk om die easter eggjes weer terug te vinden. Ik heb ook namelijk lang geleden gezocht. Kijken. Ergens hangt hier een sign binnenin, denk ik. There you go. Nobody tosses a dwarf. Allemaal Lord of the Rings quotes. Als je dat niet gezien hebt, maakt niet uit. Dus, dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende keer hoop ik met een builder dit te doen. Dus een builder die heel goed kan bouwen. En dan gaan we door zijn plot kijken. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet te vertellen over wat je van deze build vond. En wat je van deze serie vindt. Like de video als je hem leuk vindt. Deel hem met je vrienden als je denkt van shit. Mijn vrienden kunnen echt alleen maar Primos bouwen. Wat nou als ze dit soort shit gaan bouwen? Dat zou awesome zijn. En abonneer op het kanaal als je de content leuk vindt. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later!